PSV-fans die zich hebben misdragen na de wedstrijd PSV-Ajax mogen niet bij het mogelijke kampioensfeest van PSV zijn. Justitie treedt hard op tegen de supporters die afgelopen zondag hebben gereld. Ik ga hierover praten met onze verslaggever Emiel Vaassen, staat nu bij het Philipsstadion. Emiel, om hoeveel supporters gaat het nu? Het gaat op dit moment om 5 supporters die dus een stadionverbod krijgen. En dus ook een verbod krijgen om bij het mogelijke kampioenschapsfeest van PSV te zijn. Het ging allemaal fout hier afgelopen zondag bij PSV Ajax. De wedstrijd was eigenlijk nog net bezig, liep tegen het einde aan. En er worden agenten in burger worden aangezien mogelijk voor Ajax supporters. Daar reageren mensen op en er ontstaat oproer en de politie. Die moest toen toch wel, de ME moest hard ingrijpen om dat hier allemaal weer netjes te krijgen. Nou, als maatregel nu dus dat stadionverbod voor 5 supporters. Blijft het daarbij? Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want de politie heeft videobeelden gekregen. Die worden op dit moment geanalyseerd. En men verwacht eigenlijk dat er nog wel meer aanhoudingen zullen volgen. En het Openbaar Ministerie zegt ook van, relschoppers, meld u. Want nu zijn we nog aan het analyseren, maar we komen toch wel bij u uit. Stevige maatregel. En dat terwijl gisteren burgemeester Van Gijzel van Eindhoven ook al met nieuws kwam, hè? Ja, klopt. En dat heeft alles te maken met hier achter me de aftrap. Het supporterscafé van PSV. Van Gijzel, de burgemeester, wil eigenlijk tijdens risicowedstrijden dat de aftrap wordt gesloten. Heel veel supporters drinken hier van tevoren, voor wedstrijden van PSV, een biertje. De meeste supporters gaan dan ook richting het stadion. Maar een aantal supporters, waar ook mensen bij zitten met een stadionverbod, die blijven hier dan hangen. En burgemeester Van Gijzel vertelde gisteren in de gemeenteraad dat juist die mensen zorgen voor een onacceptabel gedrag tijdens de wedstrijden.